In Amsterdam haalt Fatma de 20-jarige Stijn op. Die staat te popelen om voor het eerst achter het stuur te kruipen. Hij heeft er alle vertrouwen in. De eerste auto is al uitgezocht. Oké, let's go. Als ik een rijbewijs heb, dan ga ik denk ik thuis. We hebben een oude auto, een DAF. Ik denk dat het eerste is dat ik daarmee ga rijden. Ja, het is gewoon een hele leuke auto om te zien rijden en om mee te rijden. Hoe oud ben je nu eigenlijk? 20. 20. Ja. Waarom ben je niet op je 17e begonnen dan? De meesten willen altijd al op hun 17e gaan rijden. Ja, ja, voor mij ging dat wat moeilijker. Ik heb epilepsie. Mm-hmm. Ben je een beetje bekend met... Ja, een beetje. Oké, okay. Nou, dat is, in principe kan je zo'n aanval krijgen. Mm-hmm. En dat kan best wel gevaarlijk zijn. Je moet ook minimaal een jaar aanvalsvrij zijn. Voordat je überhaupt gezondheidsverklaring krijgt, zeg maar. Ja, of je precies. Door de medische keuring ja. Maar dat ben je nu wel al een jaar, langer dan een jaar. Ja, zeker. 2,5 jaar. Oh. Ik heb het eigenlijk al sinds mijn 6e is ontdekt. Dat heeft wel een beetje mijn leven beïnvloed. Want ik heb veel aanvallen gehad. En dat is best wel heftig geweest. Maar hoe ervaarde je dat dan? Wel wat mij nog het meeste bijstaat, is dat ik een hele erge aanval heb gehad. Zoiets 3,5 jaar geleden. Mm-hmm. En toen had ik een toetsweek. En ja, dus in die toetsweek, ik was sowieso een beetje gestrest. Dus ik zei tegen een vriend van mij op een gegeven moment, ik voel me niet lekker en dit en dat. Die wist er heel veel van. Dus die wist ook gelijk precies wat hij moest doen. Dus ik veilig met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En toen onderweg heb ik heel veel aanvallen gehad. Dus dat was op zich best wel heftig. En in het ziekenhuis bleef het ook maar gaan. Op een gegeven moment zeiden ze van ja, je kan er niet meer uitkomen. Dus hebben ze me met een traumaambulance naar het AMC. Op de kinder-IC ben ik toegelegd. Dat gebeurde op een maandag, woensdagmiddag werd ik wakker. Maar je kon je wel echt herinneren wat er allemaal nog gebeurd was? Nee, die 2 dagen niet meer. Die waren verloren. Die zijn gewoon weg. Ja, die waren helemaal weg. Maar ben je bang dat het vanzelf weer eens een keer gebeurt of zo? Kijk, ik voel het altijd gelukkig aankomen. En dan, in principe kan je in zo'n aanval schieten. Ik heb zo'n spuitje, mm-hmm. Een soort spierverslapper. En dat is een soort preventief middel. Nou, dan kan je van tevoren kan je dat al spuiten. Heb je die nu ook bij je altijd? Ja, nu niet bij me. Dat is wel slecht, hè? Steek je nu nog medicatie? Gewoon pillen of zoiets voor je epilepsie? Ja. Gewoon elke ochtend en avond. Moet je dat gewoon je leven lang gebruiken? Of, dat ligt eraan. Kijk, stel nou, ik ben over 2 jaar nog steeds aanvalsvrij. Dan kan ik langzaam afbouwen in de dosering van de medicijnen. Mm-hmm. Maar je gaat er wel aardig goed mee om. Had je ook wel dwars kunnen zitten, waarom, weet je? Af en toe denk ik wel eens aan die klote medicijnen, weet je wel. Ja. Moet het nou echt? Weet je, ik ben nu 2,5 jaar aanvalsvrij. Dus is dat toch dat ik op een gegeven moment denk van ja, het is wel goed geweest eigenlijk met die medicijnen. In principe kan je er overheen groeien na je volwassenheid. Epilepsie is erfelijk. Dus mijn vader van mijn moeder heeft het gehad. En mijn moeder zelf ook. En die zijn eigenlijk ook allemaal inderdaad rond hun volwassenheid eroverheen gegroeid. Dus ja, ik hoop dat het bij mij nog een keertje overgaat. Gelukkig gaat het goed met Stijn. En ook in de auto wordt progressie geboekt. Hij mag zelfs midden in het verkeer voor het eerst schakelen. Nu, neem het nu even van me over, dan ga jij het zo even proberen. Geef alleen je knipperlicht naar rechts. Ja, moet ik ook koppelen? Ja, koppelen moet je ook pakken. Dus je linkervoet. En toen zei zij inderdaad van, ga maar schakelen. Toen dacht ik, nu moet ik het wel echt voor het echt gaan doen. Ja, rust. En nu, gas los, koppeling. En dan 2. En dan moeten we even wachten, geen gas geven. Die moet je even wegtrekken. Ja, ja, ja. Yes, en dan opnieuw. Rustig, nu laat je even de gas los, koppeling indrukken. En dan schakel je hierop door. Dat is eigenlijk naar de 2. Oh, sorry. Ja, recht achter, hij is niet erg. Ik voelde goed dat ik eindelijk een keer kon rijden. Omdat ik natuurlijk al zo lang niet gereden heb. Doordat ik epilepsie heb en ik eigenlijk niet echt de kans heb gehad. Maar het voelde gewoon ontzettend goed en leuk om te doen. Een beetje druk op de weg. Niet remmen, dat is je rem. Nou, dan voel je wel in ieder geval hoe gevoelig het is, hè? Ja, ja. Kijk, nu moet je even je koppeling indrukken. Gewoon helemaal indrukken. En dan zachtjes voel je al dat hij afremt. Ja.
Dus nu zet je hem dan weer... niet te gebruiken. Ja, om helemaal stil te zetten wel. Om in je één te zetten nu. Dat is hier. Wacht. Voel eens hier. Ja. Na een aantal keer uitleggen ging het steeds beter. En dan pak je zo meteen de koppeling. Pak nu de koppeling, druk hem in. Geen gas. Die moet je weghalen. Kijk, je voelt hem al. Ja, hij remt af. Ja. Terugschakelen, ja. Pak hem vast. En draaien, kom maar. Die had niet te veel geduld. Kijk, je moet hem wat zachter loslaten. Voelde je hem net? Ja. Je moet in het begin, kan je nog niet echt begrijpen waar je mee bezig bent. Mm. Dus dan moet je eigenlijk eerst die stappen alleen maar uitvoeren. Ja. En dan pas begin je een beetje redelijk gevoel erbij te krijgen. Ja, je hebt er wel zin in, je wilt wel leren. Zeker. Ja, ik vond het wel leuk. Ik moet zeggen, ik vond het leuker dan een keer gedacht had. Zo, en dan terugsturen naar links. Vond je het leuk? Ja, hartstikke leuk. Ik heb volledig het zelfvertrouwen om verder te lessen. Oké, nou dan zie ik je volgende week weer dan. Doei, doei. Doei. Met de knuffel van de baas in de pocket, op naar les 2.